10 succesfactoren zijn veel meer bedoeld als een soort lijst waarlangs projecten en dan nou, misschien ook ondersteund door de bestuurders op zoek gaan naar de kansen in de omgeving. Hoe kan je het project niet alleen verbreden, vergroten, om juist die gebiedsontwikkeling tot stand te brengen, waardoor gebiedseigen grond wordt toegepast en je meerwaarde kunt creëren, niet alleen voor het project, maar voor eigenlijk alle projecten in de omgeving. Het is dus ook met name bedoeld voor bestuurders, om hen te helpen de gesprekken aan te gaan met andere projecten. Om te kijken waar ontstaat nou de meerwaarde van dit project. Net zoals alle andere elementen van de POV gaat ook deze lijst op de wiki van het HBP. Daar kunnen mensen die geïnteresseerd zijn kijken wat is die lijst. Maar onze oproep is eigenlijk, ga hem gebruiken, zet hem in voor de bestuurders, activeer je netwerk en ga kijken hoe je die meerwaarde kunt ontwikkelen. Vanuit Limburg hebben we daar al goede voorbeelden liggen. We hebben het verleden al gedaan met Ooijen Wansum, we zijn met Wel bezig, we zijn met Vierwaarden bezig. Maar we hebben nog veel meer mooie projecten in aantocht in Limburg die juist bij die gebiedsontwikkeling en die combinatie van de verschillende opgaves meerwaarde gaat leveren voor de omgeving.